Nou, het pand staat al bijna 4 jaar leeg. Het is centraal gelegen, het is ruim. En we hadden een manier gevonden om naar binnen te gaan. Ik kan geen vraag beantwoorden over hoe we naar binnen zijn gegaan. Maar we zijn een paar dagen geleden naar binnen gegaan hier. En hebben toen bijvoorbeeld foto's gemaakt van de binnenkant. Als bewijs dat we er al zijn. Zodat de politie niet kan zeggen dat we op heterdaad betrapt zijn op inbraak. Mm-hmm. En dan is het die foto's posten op Twitter. En nu hier banners eruit hangen en zo. En bekendmaking. Met hoeveel mensen zijn jullie? Het collectief in totaal, ik denk ongeveer 20, 30 mensen of zo. We hopen ook door media en zo erbij te halen en mensen hier te hebben die een beetje toeschouwer zijn, dat de politie zich aan de wet houdt en erkent dat we hier huisvrede hebben en dat het dan op een rechtszaak uitkomt uiteindelijk. Ja. En dan is het vanuit daar weer verder kijken. Maar we hopen natuurlijk hier te kunnen blijven. Ja.